Het is bijna zover. De finale van de UEFA Champions League is nabij. Recordkampioen Real Madrid gaat het dan opnemen tegen het wonderteam van Borussia Dortmund. En vandaag gaan we door middel van leuke challenges bepalen wie de finale wint. Captains, bij elkaar komen. Wow. Jongens, we zijn vandaag op Wembley. Jullie kennen de regels. Gewoon respect voor elkaar hebben en lekker voetballen. Dat kan goed. Oké, we gaan tossen. Wie gaat als eerst? Kop. Kop? Munt. Dan heb jij munt. Munt. Veld of bal? Wij zitten als eerst. Ja. Oké. Okay. Fijne wedstrijd. Fijne wedstrijd nog, hè? Fijne wedstrijd. Succes. Het is heel simpel. Er zijn twee teams. Team Real en Team Dortmund. Elk team bestaat uit 6 spelers en 1 keeper. En er zijn 3 challenges. De eerste challenge is een 1-op-1 tegen de keeper. De tweede challenge is een 1-op-1 tegen de speler. En de laatste is natuurlijk een penalty shootout. Voor elk onderdeel kan een team een punt verdienen. Wie aan het eind de meeste punten heeft, wint. Hi boys, we zijn aangekomen in Engeland, Wembley. Weet toch, we hebben hard gestreden voor dit moment. De Bundesliga hebben we niet kunnen pakken. We zitten in de finale van de Champions League. De laatste keer dat we in de finale zaten was fucking tegen Bayern München. Dit hebben we verloren. Deze gaan we meepakken. Deze gaan we winnen. Dit is onze dag. Vandaag is onze dag. Ik zie daar 6 goede voetballers. Dennis is niet goed. We moeten gewoon, kijk, wat we gaan doen is, we gaan een beetje in hun mind zitten. Dat is ons doel vooral. Eén man gaat dat ook proberen. Bij één man moet je vooral zo veel mogelijk stil zijn. Jij moet die moet je laten vechten met zijn eigen gedachten. Vandaag dromen. Als je voor die keeper staat, dromen dat je gaat scoren. Vandaag gaan wij die winst mee naar huis nemen. Hij gaat vandaag mee naar Dortmund, die beker. Die beker gaat vandaag mee naar Dortmund. Hij weet ook niet wat hij nu aan het lullen is tegen hun. Hij zegt maar gewoon dingen. Dus oké, we moeten even gaan bespreken wat voor ding we gaan. Volgorde. Wie wil de eerste nemen? Ik zeg eerlijk, ik kneed de taak op me. Ja, oké, zodat. Van de vorige video's heb je veel gemist. Kijk, moet je niet zeggen nu toch? Nee, maar daarom, ik wil hem even alvast mentaal zeggen. Want als eerst gaan we 1-op-1 doen, hè? Ja, kijk, dan ga ik zoals eerst. Ik wil vandaag alles zien van jullie. Alles. Doe bist krank! Alles wil ik zien, boys! Heb jij een beetje informatie over de keeper? Keeper is klein, gaat snel in een split save. Zij gaat laag zitten. Zij gaat veel deze gooien. Ja, het is hoog. Hoog heb je veel kans. Ja, oké. En Romein. Boys, volgorde. Kom even bij elkaar. Ik neem de eerste penalty. Okay. De tweede penalty wordt genomen door. Wie wil de tweede penalty nemen? Dennis. Jij. Derde penalty nemer. Ik doe wel. Dennis. Doe wel. Vierde penalty nemer. Wie? Nummer 4. Oké, okay, nummer 4. Nummer 5. Mocht goed dicht. Wie gaat als tweede? Go. Ga jij als tweede? Ja. Oké, okay, top. Als derde gaan we voor Moussi. Ja. Ik wil één naar laatste. Doe die ger. Ik ga maar derde dan. Ik ga als vijfde. Ja, dan ben ik zesde. Oké, ben je zesde? Ben je vierde? Ja. Derde? Ik ben derde. Oké, dus dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan mocht gelijk komen, dan ben je de laatste. Nummer 6, pressure op jou, hè. En keeper, mocht er nummer 7 komen, hopen we op jou. Tot de 15e, of niet? Dit wordt de 15e. Apor la 10-5. Vamos! 3, 2, 1, Dortmund! Kom op. Dat is het. Ja, dat is eerst. Broer, hou je hoofd cool. Simpel. Als jij scoort, is gelijk pressure op hun. Goeie keeper. Ik weet niet wie van ons eerst gaat, maar ik weet het zeker dat we gaan missen. Dus wij scoren gelijk de 1-0 voorsprong. Je weet toch? Doe je dik. Ga. Goed, boys. Ik zal nog een boys. Keeper! Kom op! Hij weet het niet meer! Kappen! Niet kappen! Doe panenka! Focus. Ken die wint? 13. 12. Oké, zakken! Die schijntrap, hè? Die schijntrap. Kappen, je moet een voortouw nemen. Tuurlijk, broer. Come on, you got this. Kom op, mijn broeder. Link up dan! Ga alles eens aan het trippen! Laten we bidden, man. Voor Shallah, kom op. Omdat hij gewoon te lage pees heeft. Hij kan niet rennen. Snap je, dan gebeurt dat. Ain't no fucking way, boy. Boy, ain't no way, boy. Hey, wie is nummer 2? Come on. No problem. Next time better. Next time, Limburg. Hij gaat niks regelen. Rustig, tranquilo. Ik zie jou, focus. Hij weet het niet meer, de keeper! Hij weet het niet! Hij is linksboot, te laat, keeper te laat! Ja! Zakken! Heerlijk! Ja!
Zijn gillig gedrag. Dortmund achter. Knoefje, knoefje, ja. Hij is omgekocht. Kijk, oh, hey, daar gaan ze weer, daar gaan ze weer. Waar zijn dingen? Ga. Deze neppe man is nu ook aan de beurt. Kom op, boys. Staan voor. Washington! Washington! Hij is daar met die kant toch! Wacht. Keeper, hij moet leuk doen! Kom maar. Nu gaat hij juist schieten gelijk. Alsjeblieft. Goed gedaan, keeper. Goed gedaan. Jammer. Dit is goed. Lekker. Lekker, man. Trash is nu op beurt. Als wij dit bro. Kom op, hoor. Zaken, man. Wat een goal! Wauw. Hij moest niet. Simpel, kijk. Gewoon langzaam gaan. Ja. Toch? Afmaken. Dan is hij last op Emin Blach. Emin Blach gaat misschien leuk willen doen. Ja, of niet voorstaan. Staat weer? Emin Blach gaat over. Kom, let's go. Toetje. Ik ben er weer. Rudy. Moesie, je weet het niet meer. Rudy. Rudy. Rudy van Alias. Hij regelt niks. Keeper, hij wil door mee. Nee, boven. Fennex moet nog. Deze was mooi. Hey, Rudiger. Rudiger. Vamos. Emin, hey. Dit ding heb je nu niet. Daniel. Emin, gewoon niet stressen. Vooral niet stressen. Hè? Ja, die wist het leuk doen, hey. Jongen. Waar weet ik dat? Kom maar, Emin. Doe gek. Focus. Glad, glad. Het is glad. Laten wij nog eens kijken naar die ongelofelijke 1-op-1 van Emin Bilal. Ik begrijp het niet. Dit moet toch binnen 15 seconden zijn. Ik begrijp de beslissing van de scheids niet. Dit slaat helemaal nergens op. De fans zijn woedend. Waar slaat dit op? Kom op! Juist, dat is hem! Tempo! Rendement eruit halen.
gewoon scoren. Weet je toch, actie schijnen eruit. Zakelijk. Zo vroeg mogelijk schieten, zie een gaatje, een goal, schiet gelijk. Bam, gelijk door die net ding. En verdedigers, squeeze. Keeper is jullie tweede man. Is tweede man, push hem misschien dat hij de bad vlak vooruit zet. Keeper komt uit, boom. Hij heeft hem. Oké, let's go guys, let's go. Vamos. Ze waren allemaal doodsbang voor mij, man. Ik kan eigenlijk niet tegen één, man. Want hij gaat mij trappen duwen, dan wordt gezeik en dan moet weer. Als ik juist niks aan de hand maak, maar zakelijk dan. Het is raar dat ik het zeg, maar ik heb weinig vertrouwen in Dennis. Hij is een beetje te druk. Mee, voordat we doorgaan naar de volgende ronde, waarom ben je nog niet geabonneerd? Wacht, geef ze even. Het is gratis, oké, wacht even. Ah, hij is hem geabonneerd. Dankjewel. Zo laten. Laat in de comments weten voor welk team je bent, Real of Dortmund. Nee, ik heb Kom op, Nasser. Focus. Pas. Deentjes! Kieren! Yo! Lekker! Lekker! Hij moet ons houden. Ik wil mijn woorden terug. Hij zit pas in die video's die online. Heerlijk, Dennis! Zij in die camera, hè? Ik zei Dennis gaat sowieso houden. Puur. Zij dat! Volgens mij zeg je, wat gaan we doen? Zie je Fardrit? Dat was tweede keer. Echt tweede keer. Bullshit. Fardrit, man. Ik heb vertrouwen nog steeds. Focus. Ik heb steeds vertrouwen. Focus. Ja. Hey! Eet hem! Hey! Fardrit! Ja. Lachen. Fardrit. Janken. Vamos! Vamos! Kom maar. Hij is voor jou! Si! Venga, rust! Hey, van de dag! Scheid! Ik zie eigenlijk gelijk zo'n rit! Emmy man! Ga maar overnieuw! Gewoon als excuus van net, weet je toch? Eerlijk! Hey, even één keer, kan hem twee keer pakken. Ga. Doe zakelijk. Zakelijk. Op snelheid. Houdt hij niet. Ja! If you see this, it's for you. Mbappé, come to us. Ik heb een uit mijn moment gehad. Nee, bro, op snelheid. Wat is mijn moment? Nee, op snelheid. Je moet gewoon doen. Ilias en Charbon. The two brothers have always played alongside each other, but are now against each other in the Champions League final. Which of these brothers can give their club the Champions League title? Kijk, film het alles zelf. Gelijk die druk! Heb je! Waar is ze naartoe? Ja! Kopie bij! Je aanvoerder van. Zie die man is gewoon traag, je wil gewoon omheen rennen. Hij rent rondje op het veld en dan scoort hij. In die 10 seconden zou maar niet langskomen. Nee, klopt. Moet je recht. Nu die gast met deze pak hebben gewonnen, dan is het 4. Doe gek, Mo. Aan voor je gewoon. Moet je die ruimte voor de shot, hè? Oh. Ja! Vamos! En Seba kan raken! Allemaal fijn, Rudiger! Si, senor! Rudiger, tak mensen, kom! Hangen naar buiten toch? Hij heeft geen linkerbeen. Si, sterren. Hij gaat tegen elkaar. Hij is tegen elkaar. Hij zit in de jeugd. Nee, jongens, hij moet hem aanvallen. Hé! Ze moesten mij eigenlijk aanvallen. Geen druk! Belly! Als je de bent! Penalty. Ik zou de derde keer gaan halen. Wat zal de beslissing zijn van de scheids? Dit meen je toch niet? Is het nou een zwalm of een lichte aanraking? De scheids geeft een penalty! Wat een omkeer! De spanning is om te snijden hier in het stadion! Schrijf dit op, man! Doe dat dan voor mijn aura. We gaan het echt. Midden. Van jouw keeper. Links.
op, boys. Hou voor je alleen, voor je. Ga stress krijgen. Oké, boys, we staan 1-1 nu. Je hoort al, de fans zijn gekomen voor Ilias, niet voor ons. Maar dat boeit ons niet. Het enige doel die we voor ogen hebben is... Winnen. Dankjewel, boys. Dus wat gaan we doen? Winnen. Wat gaan we doen? Winnen. Wat gaan we doen? Winnen! Winnen. Kom maar, boys! Je hebt niet voor niks getekend bij mij. Hey! Kan niet dat ze dit zo ver overkopen. Nee, man. Maar wij zijn puur voetbal. Maar ja, dat is Real Madrid. Ja, heeft het altijd mee. Kom maar, amen! Linkeroep nog dit. Ja! Ja! Oh mijn god! Vamos, amen! Lekker! Kleine spelers, normaal. Lat of pa? Simpel. Lat of pa? Kijk, ik krijg een driehoek vrij. Ja! Ja! Vamos! Vamos! Jammer. Jammer. Hoogte omhoog. Ik heb ze overgehaald voor Dortmund te zijn. Als je dit een beetje elegant zie, onze stem is bijna lusso. Kom. Leg hem naast de stip! Hey, shit, scout is goed. Leg hem naast de stip! Hey, scout is jouw vijf op YouTube, hè? Hey, Thomas, cameraman. Focus! Zo focus! Doe niet! Luister, man. Die keeper moet je praten, bro. Negeer hem. Kijk! Schets! Marco Reus. Marco Reus. Ja! Soldaat! Ja! Focus! Ik hoop van hem! Die bal! Doe je dek! Hij moet ben, en niemand vroeg! Ik hoop van hem! Hij mist! Jammer! Goed! Je staat achter! Hey bro, je staat achter! Linkspoot! Alle geluiden blokkeren! Wat een speler! Washington, schiet die bal naar Washington! Oké, Washington, gooi je ding, simpel, belly! Laten we gewoon focussen op alles scoren. Oh, hij maakt hem gek, kijk wat hij doet. Wel verdiend! Ja! Jammer, keeper! Jammer, hé! Van jou, Wink, dat je gaat scoren. Niet kloten. Ja, boy.
Emmy, kom. Alle geluiden blokkeren. Alles wat ze zeggen blokkeren. Gewoon. Doe het voor ons. Scheids. Alle geluiden blokkeren. Hey bro. Hey, dit is jouw moment. Het is jouw moment. Het hoeft niet mooi. Ik moet gewoon erin. Ik moet gewoon erin. 2 years ago, he was still a chef in the Netherlands, but now he is one of Morocco's best footballers. But can this Moroccan youngster give Dortmund their first Champions League title of the 21st century? Ik wil mijn moeder bedanken voor alles. Mama, I love you! Mama! Ja, we zijn hier met de captain. Hoe vond je het gaan? Ja, ik vond dat we niet zo sterk begonnen. De eerste ronde hadden we hun te pakken. We kwamen heel sterk terug in de tweede ronde met een 6-0. Uiteindelijk penalties. Ja, de eerste penalty gaat mis. Ja, Vasquez, mooie tegenhouder keeper. Ik kan niet echt veel zeggen. Jammer, helaas. En voor ons is het zo beter. En hoe ziet jouw toekomst eruit bij Real Madrid? Ik blijf gewoon loyaal aan Madrid. Ik ben een Madrista. Altijd al geweest, sinds geboorte. We laten ons niet stoppen door een misstap. We gaan het gewoon laten lukken. Hala Madrid in Nadamas. Asi gana Madrid. We gaan de echte Champions League wel pakken. Ciao, ciao. Hey man, hoe voel je? Ja, ik voel me... Ik ben best sprakeloos. De eerste keer Champions League gewonnen met deze zo mooie club. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen, man. Te zien. En hoe vind je dat je hebt gewonnen tegen jouw broer? Ja, ik ben zo blij. Ze verdienden het gewoon niet. Dortmund! Dortmund! Ik ben gewoon te blij, mama. Ik ga het niet vieren. Ik zie jullie later. We zijn hier met Bellingham. Geweldige seizoen voor jou sowieso. En hoe vond je het gaan? Het ging goed. Het ging goed, maar ja, niet goed geëindigd jammer genoeg. Dus het is diep, snap je? Het is... En hoe voelt het om te verliezen van jouw oude team? Alsjeblieft, stop die camera. Ja. Oké, dames en heren, dank jullie wel voor het kijken van deze video. We waarderen het enorm. Dortmund, gefeliciteerd met jullie winst. Jullie hebben het vandaag ietsje beter gedaan dan ons. Dat klopt. Laat ons ook weten in de comments wie jullie denken dat de echte finale gaat winnen. En boys, hoeveel likes willen we? 4K likes. 4K likes. En vergeet niet te abonneren. Hey, boys, ciao, ciao. Ciao. Vier Palestina.